welkom bij deze, hoe ga ik het noemen? Ik denk dat ik het een halve avondvlog of zo noem. I don't know. Maar ik dacht, laat ik weer eens een avondje of een paar uurtjes in ieder geval vloggen. Vlog is niet helemaal mijn ding, maar af en toe moet het kunnen. Ik ben trouwens van plan om een serie, wil ik het niet gaan noemen. Ik ga het ook echt geen serie noemen. Wat is Francesca aan het doen? Ga maar, laat maar zitten, meisje. Ben jij klaar met eten? Ja. Hoezo? Goed. Maar waarom moet je op schoot? Groot. Jij was daar bezig, toch? Ben jij klaar met eten? Ja. Ja? Groot. Wil je niet meer eten? Nee. Oh? Groot. Oké. Om iets van een, ja, soort, ja, I don't know. Om in de auto te vloggen, ik ga jullie een klein stukje draaien. Ik heb jullie op een statief staan trouwens, let niet op hoe ik eruit zie. Zondag mode, hoi. Maar ik dacht in ieder geval om, sorry, ze praat echt elk woord, zegt ze na, op de een of andere manier. Het is heel vervelend, want ik hoor mezelf, namelijk gewoon weer dubbel praten. Maar om iets van een, laat die maar staan, die is leeg. Om iets van een autovlog iets te maken, zeg maar. Ga je nou wel weer eten? Ja. Mama. Help. Appet ook. Oh. Maar dan ga je even op je eigen stoel zitten. Eigen stoel zitten. Ja, ga maar even op je eigen stoel zitten. Het is in ieder geval zondag en het is 6:10. En ik zit nu al 20 minuten aan tafel of zo. Vanavond is het pizzaavond. Nee, Hielke die is aan het werk. Oh, Francesca, wil je gaan eten? Dank je. Het is Hielke is aan het werk. En ik had even nergens zin in. Francesca, wil jij stoppen met mama na te praten nu? Mama vindt het heel fijn dat jij heel veel praat nu. Maar om alles na te zeggen wat ik zeg... Oh man. Is dat herkenbaar voor iemand? Like, man. Als ik, soms als we met elkaar aan het praten zijn hier ook op de bank... of ik heb visite of wat dan ook... dan praat je letterlijk elk woord... En dan heel zachtjes, maar dat je het wel hard genoeg dat je het hoort, praat je dan na. En dan denk je van, nee, please. Je hoort gewoon jezelf, laten we het daarop houden. In ieder geval, dus ik had even helemaal nergens zin in, dus ik dacht van, weet je wat, ik maak er pizzaavond van en ik vind het wel prima. Dus pizza. Dat zijn we nu aan het doen. Wat is er? Omdraaien. Wat omdraaien? Moeten ze jou zien? Ja. Waarom? Ja. Oh man. Showstopper. Oké, ze zien je nu. Wat wil je zeggen dan? Ja. Oma. Oma? Ja. Oma, we bellen oma straks alweer. Nee. Papa heeft er dus een prachtig Sinterklaas shirt aangetrokken. I don't know. Hij is echt zo'n type van, ik loop naar de slaapkamer en ik pak uit het kastje het eerste wat ik zie. Ik pak een broek, ik pak sokken en ik pak een schoon hemdje en ik pak een shirt. Echt, het is niet normaal. Maar oké. Ja, ik dacht het is misschien wel weer leuk. Francesca, ga even eten, meisje. Oh, echt, het drijft me soms echt tot waanzin dat ze alles nazegt. Echt alles. Dat ze je gewoon meepraat met terwijl jij wat probeert te vertellen. En dan doet ze het nu nog zachtjes. We hebben soms ook wel eens gehad dat wij dan gewoon echt in gesprek waren. En dan was ze gewoon rustig aan het spelen of wat dan ook. Ze zat erbij en... Dan begint ze steeds harder te praten. En dan komt ze gewoon boven je uit. Probeert ze dan te komen. En dan moet jij eigenlijk ook nog harder gaan praten. Wil jij elkaar nog kunnen verstaan? En dan, oh, dat maakt je toch soms zo gek. Kinderen. Echt
Ik zie er niet uit. Echt hobo mode. Echt zo. Ik moet mijn haar morgen wassen. Ik heb gewoon een shirt aan die ik eerst gebruikte om te sporten. Ik heb een joggingbroek aan. Like, I don't know. We zijn in ieder geval nu. Ik ben klaar. Zij is nog aan het eten. Nog steeds. Na 20 minuten is ze nog steeds aan het eten. En dan ga ik zo meteen. I don't know. Ik heb eigenlijk helemaal geen planning. Ik heb geen avondplanning. Ik heb totaal geen avondplanning. Jij wil drinken? Ja. Oh, jouw drinken staat daar. Jouw fles staat in de vensterbank. Naast de plant. Francesca, kijk eens naar. Ja, daar. Bij het raam. Pakken. Francesca drinkt nog steeds. Merendeels eigenlijk alleen maar water. Een goed iets. Net als een beetje frisdrank gehad. Of frisdrank. Vruchtensap gehad. Gewoon een klein beetje. Zo'n klein beetje. Zet zo'n beker en dan krijgt ze zoiets of zo. Maar als je merendeels aan haar vraagt wat wil je drinken. Daarin. Ja, dat zat daarin, ja. Water. Wil je je water daar in, dat in die beker? Ja. Oké. Okay. Als je haar merendeels vraagt van wat wil je drinken, gewoon op een smiddags of wat dan ook, dan is het eigenlijk het eerste wat ze zegt, water. Ze heeft nou water in zo'n AA-flesje, want dat ziet ze mijn moeder altijd drinken. Die heeft zo'n grote fles in de auto staan. Ja, ik ga wachten totdat zij klaar is met eten. En dan, I don't know, ik denk, het wordt een vrij rustig avondje. We hebben vandaag alles hier opgeruimd en schoongemaakt. Zij was een middagje gaan spelen bij oma. Morgen, en jullie zien denk ik morgen, dan komen er kijkers kijken. We hebben ons appartement te koop staan. Dus dan komen er kijkers kijken. Kijkers kijken. Er komen hier mensen kijken. Zagen jullie dit gebeuren? Francesca, heb je je water laten vallen? Ja. Ja? Wel. Nou, hier is een doek. Wil je even jouw beker even op tafel neerzetten voor mama? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Oké, maak maar even jouw stoel droog. Ja. Goed zo. Ka. Ka. Rap. En nou goed met twee handjes vasthouden en gewoon gaan drinken. Oké. Dus er komen morgen mensen kijken. Dus we hebben alles een beetje aan de kant. Het is één grote bende hier weer. Gewoon echt, alles was zo netjes opgeruimd. En alles ligt ook weer echt overhoop. Waar je u tegen zegt, maar ja. Bende. Ja, het is een bende. Ja. En het leuke is, Francesca heeft wat nieuws. Als Francesca wat op de grond gooit. En papa zegt dan van, hey, ruim het even op voordat je mijn wand gaat spelen. Dan is het antwoord dat Francesca geeft, nee, papa doen. Papa doen. Zo bij de hand, hè. Oh, man. Papa werken. Papa is nu aan het werken, ja. Morgen thuis. Papa is morgen weer thuis. Officieel zien is papa vanavond laat ergens thuis. Maar wij zeggen altijd dat hij dan morgen thuis is. Want anders heeft zij ook nog wel eens dat ze op hem wil wachten. En hij is om 11 uur pas klaar. Ja, ik ga even kijken of zij bijna klaar is. En dan zie ik jullie zo. Okidoki, inmiddels is Francesca klaar met eten. Die is hier. Hallo. Zie niks. Zie je niks? Nee. Oh, wat vervelend voor je. Omdraaien. Omdraaien, maar hij hoeft niet omgedraaid te worden. Hard houden. Ja, in de hand houden, ja. Chiska. Nee, niet Chiska. Doet mama wel. Mama, hard houden. Doe je je speen ook nog even uit, of? Ah. Na. Ja. Na. Inmiddels zit ik op de bank. Aangezien, ja. Het is eigenlijk, dit was eigenlijk helemaal geen goed... Goede dag om een vlog op te nemen. Het is meer een beetje een praat
praatvideo geworden in plaats van echt een daadwerkelijke vlog. Kijk mijn haar. Oh, jongens. Wat doe ik? Wat doe ik? Ja, het is meer een eigenlijk een beetje een praatvideo geworden. Ik zit gewoon op de bank en ik ben eigenlijk, ik ben nou Catfish aan het kijken. Kijken jullie Catfish op MTV? Het is zo geniaal. Mama. Ja. Oh, oké. Okay. Ik ga jullie even gauw neerzetten. Tafel. Zitten. Oh, je hebt... Oh. Je hebt hem een beetje gesloopt. Gesloopt? Ja. Heb je hem stuk gemaakt? Nee. Nee? Deze. Ja, dat weet ik ook wel, maar... Opgemaakt. Nou, mama doet het even zo, maar we pakken straks wel even een nieuwe. Oké? Okay? Maar, ja, dus het is eigenlijk meer een beetje een praatvideo geworden dan echt daadwerkelijk een vlog. Want zoveel boeiends heb ik niet gedaan en ga ik eigenlijk ook niet doen vandaag. Er komen nieuwe video's aan in ieder geval. Maar ik krijg dat heel vaak, krijg ik dat van, je maakt niet meer regelmatig video's of... je upload niet meer regelmatig, twee keer in de week, bla 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 bla. Maar het zit er meer in het feit, dit is niet waar... Kijk, dit is echt daadwerkelijk een hobby. Ja, echt gewoon een hobby. Er komt wel iets van geld mee binnen, maar dat is gewoon wat je met je Google AdSense kan inwinnen in hoe vaak je video's worden bekeken, zeg maar. En dan hebben we het echt over €5 in de maand of zo, weet je wel. En dat spaar je dan op. Dus dit is niet mijn inkomen dat ik denk van... Oké, ik moet 2 tot 3 keer op in de week een video uploaden, want dit is mijn inkomen. Nee, weet je, dat is... Nee. 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 Nee, Francesca. Nee. Dus het is niet zo, weet je, het is niet zo dat je, dat ik per se dit moet doen om rond te kunnen komen van een oog. Of om mijn huur te, of mijn hypotheek te kunnen betalen of noem dat soort omgaan mij op. Er zijn mensen die dit inderdaad gewoon als baan kunnen doen. En weet je, dat lijkt mij ook geweldig om dit te kunnen doen als baan. Maar dat is niet wat de realiteit is. Dus als, weet je, als ik dan een week... geen tijd heb of ik kan maar 1 video uploaden of weet je, zoals de afgelopen week is er helemaal geen video geweest. Ja, weet je, dat kan. En mama, ik kan me daar ook niet heel even wachten. Ik kan me daar ook niet heel heel erg over inzitten dat ik denk van oh man, weer geen video. Ja, dat is het gewoon. Ik werk 5 dagen in de week en dat is gewoon zo. Francesca, ik wil dat jij even wacht. Ja. Ik wil dat jij even wacht. Dankjewel. Weet je, dus dat is gewoon een beetje hoe het zit. Dus mocht je af en toe denken van... hé, er is geen video deze week. Dan weet je hoe het zit. Ik werk gewoon 5 dagen op, in de week. En dat gaat gewoon heel erg goed. En dat is mijn bron van inkomen. En niet YouTube. Dus dat heb ik er ook even... verteld. Dat was het een beetje. Ik ga echt gewoon niks boeiends doen. Catfish begint weer. Ik ga niks boeiends doen behalve Catfish kijken vandaag. En nou ja, straks gaat Francesca gewoon naar bed. En dat is ook niet heel boeiend. Ik moet de was nog even opvouwen. Want ik weet niet of jullie dat zien daar. Maar zien jullie die wasmand? Help me. De wasmand moet leeg. Dat moet leeg. Vooral omdat er morgen ook kijkers komen. Moet dat gewoon leeg. Dus ik hoop dat je deze halve vlog, halve praatvideo, halve weet ik veel wat het was. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Ik denk dat ik het gewoon praatvideo noem. I don't know. In ieder geval. Dan zie ik je heel snel... weer terug bij een nieuwe video. Ik kreeg net een comment binnen van je zou een wenkbrauwroutine doen. Ga je die nog doen? Ja, die ga ik doen en die upload ik deze week.
Dus voor diegene, ik weet even niet hoe je heet, want ik heb hier even mijn telefoon niet. Maar hij komt er in ieder geval. Deze komt morgen. Morgen. Ik film dit op zondag, jullie zien dit op maandag, dus deze komt morgen. En ergens eind deze week dan zorg ik ervoor dat mijn brouwroutine online is. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!